Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe video alweer. Het is vandaag maandag. En we beginnen weer met een nieuwe week zonder kind. Dat is echt heel gek. Ja, dus die gaan jullie deze week eventjes niet zien. Ik ga heel veel doen voor de vakantie. Mijn koffer klaarmaken, meeste koffer. Jij moet zijn koffer doen. Nu gaan we ook eventjes wat dingen halen dat meegaat op vakantie. En ja, vinden jullie ons niet leuk in deze kleurencombinatie? Ik hou er echt van. Niet normaal. Oh ja, waar gaan we als eerst heen? Eigenlijk moeten we hem gewoon parkeren bij die... Of ik spring er even hier uit, dat kan ook. We moeten nog steeds mijn tijdschrift vinden waar ik in sta. Nee, nog iets verder. Geel. En wij zijn weer thuis. En we hebben van alles gehaald voor mee op vakantie. Dus dat is alvast klaar. En ben ik net de hele tijd mijn nieuwe iPhone aan het installeren. Ik heb gelijk een nieuw nummer, een Duits nummer. Dat was echt even beter voor hier. Dus ik ben eigenlijk net de hele tijd bezig geweest om alles even over te zetten en al die dingen. En het eten is inmiddels klaar. Zitten we lekker in de woonkamer. Dan gaan wij dit eten. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Top. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Ik ben even een lekker ontbijtje aan het maken en ondertussen een beetje middageten in één. Want het is namelijk... Oh, het is net 1:30. Ja, want Sheldon komt straks thuis en dan gaan we even lekker eten. En vanavond is de wedstrijd, dus daar gaan we dan heen. En helaas speelt Sheldon vanavond niet. Maar wel wil ik even zeggen dat ik dus nu de limonade aan het maken ben. Ik denk dat het Surinaamse limonade is. Ik weet niet precies hoe ik dit nog noem, maar hadden we de vorige keer de roze gemaakt en oh, die was zo heerlijk. Het was gewoon zelfgemaakte limonade en je hoeft het alleen dus met water erbij te doen. En die smaakte zo goed en nu heb ik hier dus nu nog twee smaken. Nou denk ik dat het deze gaat worden, maar ik heb net naar Shalana een foto gestuurd van welke zou ik gaan maken. Maar het maakt dus niet echt uit welke smaak het wordt, want het maken is in principe gewoon hetzelfde. Dus dat ga ik jullie eventjes nu laten zien. Oh, hij antwoordt. Het is... Oh, hij zegt dat ze beide lekker zijn. Nou, dan mag ik gaan kiezen. Wat ik even gemaakt heb is fruit, avocado, eitjes en broodjes in de oven. Dan, oké, ga ik jullie nu uitleggen. Ik moet zelf ook nog even spieken, want ik heb alles namelijk genoteerd in mijn telefoon. Het is 1 liter water koken, dat zit dus nu hierin. Daar gaat er 1 zo'n flesje straks in, maar nu nog niet. En 1,5 kilo suiker. Nou heb ik hier 1 hele zak. En heb ik hier nog 1/2 zak. Oké, die gaan er dus allebei in. Ja, als het water kookt, gaat de suiker erin. Dan moet ik ondertussen een beetje roeren. Dat blijft dan 3 kwartier staan. Dan doe ik het vuur uit. Dan moet dit dus afkoelen. En als dat dan weer 3 kwartier ongeveer is afgekoeld, dan gaat er 2 schepjes citroenzuur in. 2 eetlepels. Weer heel goed roeren en dan als laatst gaat dus de kleurstof erin. En vandaag dus de Marcousa. Ik laat het jullie straks nog even in stappen zien, maar dan weten jullie nu in ieder geval de volgorde wat ik ga doen. Oké, nu is hij dus klaar. En ik ga hem nu een uurtje ongeveer laten afkoelen. Misschien nog wel iets langer. Hij moet in ieder geval wel zo goed als koud zijn. In ieder geval afgekoeld. En dan gaat de rest erbij. Oké, we zijn begonnen met de koffers. Ik heb daar al even de toiletspullen allemaal in toilettassen gedaan. En nu ben ik dus bezig met de meeste spulletjes. Ik weet het, ik heb het even op zijn bed gelegd. Maar dit gaat einde van de week toch allemaal de was in. En hij is er toch niet.
zijn schoentjes even meegenomen en slippers, petjes. Dit vind ik echt heel belangrijk, want Mees gaat en mee hier het water in en ik wil gewoon dat hij dit vaak op heeft. Zijn zwembroekjes en echt super leuk. We hebben dus voor alle kinderen en Chelle deze. Dus dan kunnen ze allemaal hetzelfde aan. Echt super cute. Oké, dan ga ik nu korte broekjes. Oké, korte broekjes. En blousjes. En ik heb voor de zekerheid ook nog maar even lange broekjes meegenomen. Want je weet het nooit. Voetbalpakjes natuurlijk. Ik ben nu bezig met Geraldo's koffer. En Cher is de rest aan het strijken nu. Even tussendoor. Dit is dan nu de limonade. Het gaat straks, als het afgekoeld is, in een grote fles. En dan kan je het gaan mengen met water. Ik ben benieuwd hoe die proeft. Oké, de limonade zit in de fles. Die moet wel echt nog even afkoelen, want hij is echt nog best wel warm. Dus voor degene die het gaat maken, zorg dat je als je de suiker erin doet, dat hij daarna echt afkoelt. Want de suiker gaat ook naar beneden. En ondertussen hebben we even snel een gerecht gemaakt. Zoals je kan zien. Want wij moeten nu eten, want straks naar de wedstrijd. Zo, wij zijn weer lekker thuis. Ze hebben helaas 2-0 verloren. En ik heb nu echt trek. Het is al 11 uur 's avonds. En ik heb echt trek. Ik ga douchen nu. En dan eten. Ik weet alleen niet wat. Ik heb zin in iets lekkers. Waar sloeg dat nou weer op? Heb je hem gevonden? Ja. Nou. Oké. Tot morgen. Doei. Hey, goedemiddag en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en ik ben eventjes onderweg naar het centrum. Geraldo had middagtraining, dus ik dacht mooi. Dan ga ik even snel richting de stad. Want ik wil namelijk even een leuk kerstcadeautje gaan kijken voor Geraldo. En het is natuurlijk leuker als hij er dan niet bij is. Dus dat eigenlijk. En ik had gisteren en vanmorgen Mees aan de telefoon. Die bel ik echt wel een stuk of 10 keer per dag. Maar hij zegt de hele tijd, mam, ik mis je zo. En oh, dan breekt echt mijn hart. Ja. En natuurlijk is het ook wel even goed voor hem dat hij even naar Nederland is. Want anders is hij echt alleen maar met mij. En dan zou het alleen maar erger worden. Maar als hij dat dan zegt, dan denk ik echt, oh, een week is echt te lang. Ondanks dat het wel morgen gelukkig vrijdag is en zondag wij gelukkig naar Nederland gaan rijden. Maar het is wel echt lang. En voor hem denk ik ook wel echt, omdat hij natuurlijk, ik snap het ook wel, hij wil gewoon weer lekker naar zijn moeder. Ja, ik had dat vroeger ook echt heel erg. Ik heb vroeger echt lange tijd wel heimwee gehad. Over 300 meter, sla rechts af. En ja, dat is niet fijn. Maar gelukkig is er nu FaceTime en kunnen we de hele dag door gewoon lekker bellen en zo. En als ik hem dan bel, is hij meestal ook alweer heel erg druk. Dus het valt mee. Maar toch, ik denk dat als elke moeder hoort dat je kind je mist, dat dat toch wel verschrikkelijk is. Ik vind dat niet leuk. Maar ja, ik ga ook weer gewoon eventjes dingen doen zodat ik afleiding heb en er niet aan denk. En hij gaat ook weer leuke dingen doen. Dus het komt allemaal wel goed. Maar ja, dit zijn natuurlijk wel altijd eventjes dingetjes die gewoon altijd gaan blijven. Ik ben heel leuk geslaagd voor Geraldo. En hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb voor die kinderen nog even 2 leuke Lego pakketjes gehaald. Voor op vakantie. En nu sta ik natuurlijk weer in de villa. Oh, en daar heb ik echt geen zin in. Hij zegt dus dat ik aankom om 4:55. En het is nu 4:10. En dat van een stukje van 19 kilometer. Oh. Ik wil nu thuis zijn. En ik sta nu naast de McDonald's. En die roept me. Maar ik ga het niet doen. Maar ik ben wel heel blij dat ik geslaagd ben. En wij gaan nu lekker eten. Hier heb ik pom, rijst, bruine bonen met korstjes.
En gehaktballen die nu bijna klaar zijn. En ik moet opschieten, want ze verbranden. Oké, en bordje 2 met veel currysaus. En ik heb ze in de ketchup en die andere saus gebakken. Dus ze lijken verbrand, maar het is meer de saus. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en wij zijn nog eventjes richting het centrum gegaan. We waren echt op zoek naar 2 leuke joggingpakken voor Mees en Rain voor te vliegen. En we dachten dus dat we het hadden gevonden. Maar de maten waren er helaas niet meer. Dus we hebben nu wel nog even wat leuke shirtjes gehaald. En lopen we dus nu op een kerstmarkt, zoals jullie kunnen zien. Er zijn hier zoveel kerstmarkten, zo gezellig. En ik heb dus super erg trek in Fabiano. Dat gaan we nu ook al eten. Oh mijn god, kijk even die marsepeinbal. Ik heb zo'n trek. En dan kijken we dus over deze kerstmarkt. Dat is natuurlijk heel gezellig. Ik ga het jullie even laten zien. Kijk even hoe leuk die streek daar. En dan gaan we daar straks zitten. Zo gezellig dit. En kijk even hoe leuk dit uitzicht hier is buiten. Oh, nog een lekker bakkie koffie. En ik heb echt 3 hele lekkere koekjes volgens mij uitgekozen. I love it. Wat vinden jullie trouwens weer van mijn hoedje? Petje, mutje, weet ik veel hoe je dat noemt. Als jullie hem dus leuk vinden, kijk hieronder eventjes. Want ik zet een linkje neer die gelijk, je hoeft alleen op te drukken. En dan gelijk naar dit leuke hoedje. Ik vind het namelijk echt leuk staan. Schat, wat vind je ervan? Nu van mijn hoedje. Kijk, je hebt ook een hoedje op. Ja, ik vind hem wel leuk staan. Dus kijk hieronder. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en ik heb net even het huis een beetje snel opgeruimd en dingetjes weggegooid wat niet kan blijven staan voor als wij straks dus voor langere tijd eventjes weg zijn. En ga ik zo direct onder de zonnebank, want ik wil nog even een kleurtje pakken voordat wij op vakantie gaan. En daarna ga ik boodschappen doen, want vanavond wil ik nog wel eventjes eten maken. Want Charlotte die gaat morgen alweer weg en slaapt in een hotel. Dus dan is het vandaag nog even het laatste dagje hier samen. En dan vertrekt Charlotte morgen dus al en dan komt hij ook even niet meer terug hier. En ik ga vandaag beginnen aan mijn koffer. Dus ik ga jullie een beetje laten zien wat ik meeneem en hoe ik mijn koffer een beetje inpak. Maar er is nog heel veel wat in mijn koffer moet en dat ligt in Nederland. Dus ik moet echt maandagochtend, voordat we gaan vliegen, moet ik nog dingen gaan inpakken. Maar dat maakt me allemaal niks uit. Charlotte's koffer is klaar, Meester's koffer is klaar. Alleen nog die van mij. Maar dat gaat goed komen. Dus dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Ik ben mijn koffer aan het inpakken en ondertussen dit lied... Favoriete lied. Ik vind ze geweldig. Dat wilde ik even met jullie mededelen. Ik ben ondertussen dus nu mijn koffer aan het doen. En oh my god. Wanneer je even helemaal weer in de zomer mood moet komen. Heb ik in ieder geval nu mijn strings en dingetjes doe ik altijd hierin. En normaal heb ik overal zakjes voor. Maar... ik denk dat ik het dit jaar even zonder ga doen. Ik heb hier namelijk nog niet heel veel van die zakjes. Ik heb in ieder geval allemaal leuke kleurtjes bikinis mee. Dus dat doe ik dan zo erop. Mijn slippertjes. Ik heb altijd omslag rokjes. Ik heb er nu even 3 mee. Oké. We gaan door. Oké. Mijn koffer is nog niet heel veel verder. Want... ik moet nu een hele stapel gaan strijken, eerst. Maar ben ik wel eventjes mijn hele kast alles gaan opvouwen en doen. En het is nog steeds veel te vol, daarboven ook.
Ik moet echt, ik meen, wanneer ik van de zomer naar Nederland ga, met de auto, ga ik dit allemaal uitzoeken. Dan gaat er heel veel weg. En ga ik echt een closed sale doen met Bochy. Want dit, te veel. Oké, deze koffer is dus nu vol. En hier zit al mijn kleding. Het is niet heel speciaal om te zien. Maar heb ik best wel wat zwarte dingetjes mee. Oh, ook wel wit. Maar ja, de outfitjes ga je natuurlijk op vakantie zien. En ik ga nu eventjes nog wat dingen bij Mees erin gooien. Die is niet zo vol natuurlijk. En alle koffers zijn gepakt. Spullen staan klaar. Die gaan we zo even in de auto alvast zetten. En ik ben nu lekker nog even een gezonde maaltijd aan het maken. Aardappels, verse bonen, kippetje. Appelmoes straks erbij. En dan, ja, heb ik weer een heerlijk dagje gehad. En alles is zo goed als klaar. Heerlijk. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben eventjes voor mijn nageltjes geweest. En ze hebben even wat diamantjes opgeplakt. Ik vind het wel schattig. En is dit eigenlijk alweer het einde van deze video. Want ik ga hem lekker editen. Zodat ik vanaf morgen een nieuwe vakantievlog kan beginnen. Want ik ga namelijk met de auto eerst naar Düsseldorf rijden. Om Geraldo daar op te halen. En daarna gaan wij richting Amsterdam. Oh, en ik kan niet wachten om dan maandag lekker in het vliegtuig te zitten. En go! Dus maar dat is allemaal voor een nieuwe video. Ik ga deze in ieder geval lekker editen. En vandaag hier alles opruimen en de laatste dingen doen. En dan ga ik vanavond Badde en Rico kijken. Wie denken jullie dat ze gaat winnen? Ik vind het echt heel erg spannend. Ik moet vanavond de wedstrijden alleen kijken hier. Dus ik ben benieuwd. Ik heb daar zin in. En dan zien jullie mij volgende week weer met de vakantievlog. Doei!